Vandaag gaan we het hebben over oversteken bij een spoorwegovergang. Bij een spoorwegovergang kruist de trein het voetpad, het fietspad of de autoweg. En dat is een gevaarlijk punt. Het rode lichtje gaat aan en ik hoor het geluid van de bel. Dus ik weet nu dat er een trein aankomt. Spoorbomen gaan dicht. Ik moet goed afstand houden, want anders kan ik hem op mijn hoofd krijgen. En nu moet ik wachten tot de trein eraan komt. Kijk, je ziet dat de trein heel hard gaat. En zo'n grote, zware trein doet er ook heel lang over om te stoppen. Hij kan dus nooit op tijd stilstaan als de machinist ziet dat er iets op de overgang gebeurt. Nu ga ik wachten totdat de spoorbomen weer omhoog gaan. Maar dan mag ik nog niet oversteken. Ik moet wachten tot het rode lampje uit is, want het zou kunnen dat er nog een trein aankomt. Er komt nog een trein aan. De spoorbomen gaan nog een keer dicht. Ik moet weer even wachten tot het rode licht helemaal uit is. En nu mag ik oversteken. Dus, als je gaat oversteken bij een spoorwegovergang, dan stop je als je ziet dat het licht aangaat en je het geluid hoort. Daarna hou je goed afstand van de spoorbomen. En dan wacht je tot het rode licht gedoofd is. En daarna mag je oversteken.